Lelystad voert al jaren de slogan. Maar het echte parkeerprobleem van boten ligt 30 kilometer verderop, in Almere. Er is een onderzoek gedaan en die hebben inzichtelijk gemaakt dat er gewoon te weinig parkeerplaatsen zijn voor boten, lichtplaatsen voor boten. En dan praat ik over tussen de 300 en de 500. En dat gaat omdat Almere groeit, zeker met 100.000 inwoners gaat groeien de komende jaren. Dat betekent dat het probleem alleen maar groter wordt. Dat probleem is met name ontstaan door de sluiting van jachthaven Haddock aan het Weerwater vanwege de Floriade. En als ik kijk naar mijn oude jachthaven, de mensen van mijn oude jachthaven, er is een derde uitgeweken naar plaatsen buiten Almere. Dus die reizen elke dag van Almere, als ze naar een boot gaan in de zomer, elke dag van Almere naar een plek buiten Almere. Dat zou toch eigenlijk niet moeten mogen? En de oplossing, die ligt volgens de ondernemer hier, aan de Noorderplassen. Dit is een stukje aan de Noorderplassen. Hier heb je een zwemstand, een parkeerplaats en de bedoeling is om hier een havenmogelijkheid te maken met een stukje horeca. Een vergunning is al aangevraagd, maar dat duurt Van Tiel te lang. En dus hoopt hij dat de gemeente hem een tijdelijke vergunning geeft. We zijn ook in bespreking, dus het is niet zo dat we helemaal niet in bespreking zijn, maar ik zou er wat vaart achter zetten, want dan heb je heel veel problemen opgelost. Wanneer wilt u open? Morgen?